Ja, we zien ze op dit ogenblik in het gezichtsveld verdwijnen. Op een ingekort parcours, nog even zeggen, ze rijden niet de volledige omloop. Hier en daar mogen ze een lusje laten vallen. Dus een verkorte omloop voor de nieuwelingen die op dit ogenblik aan de startblokken zijn weggeschoten. En dat doen ze met Thijs Aerts als kopstarter. Thijs Aerts, de man uit Rijkenborsel, rijdt het voor het Hoboken WAC-team. Is het beste weg. Laatste ronde in de middelste.
seizoenszegen boeken, dames en heren. Met uw applaus, gerust uiteraard. Maar vandaag de sterkste was. En het spurt voor plaats 2 ondertussen tussen Van Donink en Iser bij KLW Winter. En dat is belangrijk voor het klassement. Tweede plaats voor Jean-Yves Van Donink. En plaats 3 voor Eli Iserbeck. Vraag voor Jannik Peters, dames en heren, die hier in de. Voilà, een klein beetje naar boven komt.